Hallo en welkom weer bij een nieuw vlog, deel 11 inmiddels al van mijn Vlogmas-reeks. En vandaag gaan we ook weer verder haken aan het grote project. Het grote project deel 9 gaan we aan beginnen. En ook vandaag gaan we dan weer vierkantjes haken. Tweekleurige vierkantjes en vandaag haken we er 4. Dus dat is ook weer prima te doen. Mijn cadeautje voor vandaag zagen jullie al natuurlijk dat daar 2 bolletjes Katona in zaten. 2 kleine mini-bolletjes. En die zijn waarschijnlijk dan ook wel weer bedoeld voor een ander patroontje. Wat ergens misschien in de komende dagen gaat komen. Dus altijd erg fijn om dat garen in huis te hebben ook. Dus ik ben ook weer benieuwd wat we daarmee gaan maken. Ik ga gewoon lekker weer mijn vierkantjes maken. En als ik dan nog wat tijd over heb, ben ik ook vandaag van plan om het ornamentje te gaan maken. Wat in de voorgaande dag natuurlijk als cadeautje bij ons in de kalender zat. Dus ja, ik ga weer lekker aan de gang. En ik ga jullie het natuurlijk uiteraard ook allemaal weer laten zien. Het eindresultaat krijgen jullie straks ook weer te zien. Dus ik ga lekker aan de gang. Nou, mijn huiswerk is inmiddels weer klaar. Ik heb mijn 4 lapjes gehaakt. Dit keer met de roze kleur. Dus we zijn nu ook lapjes in 2 kleuren aan het haken met dus de andere kleur. Tot nu toe heb ik continu met de paars de lapjes gemaakt. Maar dit is nu ook met roze. 4 stuks. Dus die zijn klaar. En ik heb het kerstornamentje een soort van in elkaar gezet. Het was wel een priegelwerkje, maar het is gelukt. Dus daar ga ik ook eventjes een leuk plekje voor zoeken voor eventueel in de boom of misschien ergens anders in huis. Dat gaan jullie zo direct ook nog eventjes naar deze beelden in de video zien. Want hiermee is het vlog voor vandaag dan ook weer afgerond. Het huiswerk is allemaal klaar. Dus ik wil jullie gaan bedanken voor het kijken naar dit vlog. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden om naar te kijken. En dan zou ik zeggen, dankjewel dus voor het kijken. En dan zien we elkaar morgen weer bij het nieuwe deel. Tot morgen. Doeg.